Een propvolle prijzenkast, een miljoenenbegroting en sterspelers in de gelederen. FC Barcelona heeft het allemaal, maar kan anno 2021 niet alle salarissen meer betalen. Laat staan dat ze spelers als Memphis Depay kunnen aantrekken. Hoe dat zover heeft kunnen komen, legt voetbalprimeur aan je uit. Want Barcelona zit in de problemen. De Catalanen waren na het coronaseizoen 2019-2020 voor het tweede jaar op rij de club met de meeste inkomsten. Het lijkt er echter niet op dat ze deze Money League voor de derde keer op rij gaan winnen. Barça heeft namelijk flink in moeten leveren na de uitbraak van het coronavirus. De omzet over het seizoen 18-19 bedroeg namelijk 841 miljoen, ruim 83 miljoen meer dan achtervolger Real Madrid. En tijdens het seizoen 19-20 was de omzet gedaald naar 715 miljoen en was er van de voorsprong op nummer 2 Real Madrid slechts 2 ton overgebleven. En dit zijn dus de cijfers over het seizoen waarin er van augustus tot begin maart nog gewoon publiek naar de stadions mocht komen. Inmiddels speelt ook Barcelona al maandenlang voor lege tribunes. En het lijkt er niet op dat hier binnenkort verandering in komt. Dat gaan we binnenkort ongetwijfeld terugzien in de jaarcijfers. Als we naar de boekhouding van het vorige seizoen kijken, is Barcelona alleen al aan stadioninkomsten, denk daarbij aan kaartverkoop, huur van skyboxen, merchandise, stadiontours, al 67 miljoen euro misgelopen. Barcelona wordt vaak getypeerd als toeristenclub. Voetbalfans uit de hele wereld betalen maar wat graag honderden euro's om Camp Nou van binnen te bekijken en Lionel Messi eens met eigen ogen te zien voetballen. Deze inkomstenstroom is dus weggevallen, nu de toeristische sector voorlopig op zijn gat ligt. En als we het dan toch over de Argentijnse superster hebben, het megacontract van Messi lekte onlangs uit in de media. 555 miljoen euro moest Barça verspreid over de daaropvolgende 4 jaar overmaken. Barcelona harkte weliswaar honderden miljoenen per jaar binnen, maar gaf er nog meer uit. Kijk alleen al naar de transfersommen die de afgelopen 10 jaar zijn betaald. 900 miljoen verdiend met de verkoop van spelers en 1,5 miljard uitgegeven. En ja, al die spelers kwamen natuurlijk niet voor een kilometervergoeding voetballen. En niet voor niets moest Barcelona al 2 keer een beroep doen op de spelersgroep. Als zij niet een deel van hun salaris ingeleverd hadden, dan was de club waarschijnlijk allang failliet geweest. En nog steeds was Barcelona tijdens de vorige salarisronde in december niet in staat om alle salarissen van zijn personeel over te maken. Een aantal spelers heeft dus nog geld te goed tijdens de volgende ronde in juni. Ook clubs zoals Ajax, Liverpool en Atletico Madrid wachten nog op geld uit Catalonië, dat werd onlangs bekend. Barcelona betaalde de transfersommen voor De Jong, Coutinho en Griezmann in meerdere termijnen en zou ook nu nog tientallen miljoenen over moeten schrijven. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. Volgens Spaanse media praat Barça al met de andere clubs over een uitstel van betaling. Naast achterstallige transferbedragen en spelersalarissen moeten er ook nog bankleningen terugbetaald worden. Nou, om een lang verhaal kort te maken, Barcelona heeft jarenlang op te grote voet geleefd en heeft nu meer dan 1 miljard euro aan schulden. Barcelona moest na het tijdelijk stilleggen van de competitie een beroep doen op bijstand van de overheid, net als onder meer Real Madrid. In ruil voor dit steunpakket van de overheid moest het echter zijn transferuitgaven terugschroeven. Barça kreeg pas toestemming om een speler te halen als men het dubbele van de transfersom had terugverdiend. En voordat Barcelona bijvoorbeeld 20 miljoen euro wil betalen voor Memphis Depay, moet het eerst zwart op wit bewijzen dat het 40 miljoen heeft binnengehaald met de verkoop van andere spelers. En daarom kreeg Barcelona het niet voor elkaar om spelers zoals Memphis, Wijnaldum en Eric Garcia naar Camp Nou te halen. En sinds Koeman zich in Camp Nou meldde, kon alleen Sergiño Dest losgeweekt worden van Ajax. Verder is Barcelona vooral bezig geweest met salarissen van de loonlijst schrappen. Eén ding is zeker, Coutinho zal nog wel even de duurste Barça-aankoop aller tijden blijven met zijn 145 miljoen euro. De trots van Catalonië heeft voorlopig namelijk andere prioriteiten.